Dag, fijn dat u kijkt naar deze nieuwe video van Art and Leisure. Mijn naam is Birgit de Mommers. Vandaag ga ik het met u hebben over een hele bijzondere serie schilderijen van de Italiaanse Renaissance kunstenaar Titiaan. Hij noemde deze serie zelf de Poëzieën. Dit prachtige schilderij maakt deel uit van die serie van zes mythologische voorstellingen. Hij maakte deze voorstellingen in een periode van pakweg tien jaar. En in deze video maakt u kennis met die zes werken en ga ik u wat meer vertellen over het waarom. Waarom noemt Titiaan deze serie juist poëzieën, gedichten, dichtwerk? Maar eerst gaan we het hebben over de opdrachtgever, en dat was Philips II. Wij kennen hem natuurlijk als koning van Spanje, maar hij was ook de zoon van Karel V. En die was al eerder een opdrachtgever voor Titiaan. Zij leerden elkaar kennen in Milaan, maar waarschijnlijk was de ontmoeting in Augsburg in 1551, waar Titiaan dit schilderij van Philips II maakte, overigens ook een portret nog van Karel V., dat hij ook de opdracht kreeg voor het maken van een serie van zes schilderijen. Deze voorstellingen, die Titiaan ging vervaardigen, waren allemaal geïnspireerd op de Metamorfose van Ovidius. Een verhaal uit een boek uit de Romeinse oudheid, met maar liefst meer dan 250 mythologische verhalen, die terug te zijn, vinden zijn in 15 boeken. Als we het hebben over de opdracht, dan is het bijzondere daaraan dat Philips II Titiaan in feite de vrije onderwerpskeuze gaf. Hij mocht zelf bepalen wat hij ging schilderen. En dat kwam verhalenverteller Titiaan heel goed uit. Hij had niet alleen de vrije keus, maar daarbovenop koos hij ook voor elk onderwerp dat hij geselecteerde het meest dramatische moment. Het moment waar hij de meeste menselijke emoties ook in kwijt kon. En aan de hand van die menselijke emotie, aan de hand van kleur, eh, aan de hand van een compositie, raken deze werken ons. Gelijk als een dichtwerk. Een gedicht werkt op een soort gelijke manier op het menselijk gemoed. We herkennen daarin menselijke emoties. We kunnen door het ritme van een gedicht geraakt worden. En door de symboliek van een gedicht komen wij ook weer dichter bij ons menselijk gevoel. Al deze elementen vond Titiaan ook terug in zijn eigen serie van zes mythologische werken. Met als logische gevolg dat hij deze serie de benaming Poëzie gaf. De visuele equivalent van Poëzie. Welke, serie, welke schilderijen hoorden dan tot die serie? Nou, het eerste schilderij dat Titiaan afronde en naar Madrid verzond, was deze Danae. Hij had al eerder gewerkt in dit thema. En hier zien we Danae, de dochter van Acrisios, de koning van Argos. Um, die was opgesloten in een toren van brons. Haar vader had haar daar opgesloten omdat hij bang was dat, zij, dat het orakel gelijk zou krijgen. Het orakel had hem verteld dat zij een zoon zou baren en dat die zoon zijn opa, dus hem, de, deze koning Akrisios, zou doden. Maar Danae, opgesloten en wel, werd bezocht door de oppergod Jupiter. Die had de gedaante aangenomen van de gouden regen en kwam op die manier tot het meisje. En dat is precies wat we hier zien. Ze is aan de ene kant ontvankelijk voor de regen, de gouden regen die vanaf middenboven naar beneden komt. Maar aan de andere kant kijkt ze een beetje afwachtend naar boven, om het maar even zo uit te drukken. En aan de rechterkant zien we een dienstmeid die vooral bezig is met het vergaren van goud. Ook het tweede schilderij dat naar Madrid verstuurd werd, was al eerder ter hand genomen door Titiaan. Het is Venus en Adonis, de godin van de liefde en de prachtige jongeling Adonis. Een jongeling die graag wilde jagen. En Venus die voorziet al dat het niet goed zal aflopen. En uit liefde probeert zij hem tegen te houden. Ze uh, heeft ook heel duidelijk die, die houding aangenomen, terwijl de houding van Adonis uh, duidelijk wijst op het feit dat hij haar zal verlaten, dat hij weg zal gaan en met zijn honden op jacht zal gaan. Uiteindelijk vindt hij inderdaad de dood, hij wordt namelijk verwond, dodelijk verwond, door een everzwijn. Als ze dan. Kijken Naar de keuze die Titiaan maakt, dan kiest hij dus niet voor de dramatische dood van Adonis, maar hij kiest voor de herkenbare menselijke emotie van iemand die bang is om iemand te verliezen. Venus is bang om Adonis te verliezen. Het derde schilderij dat naar Philips II werd gezonden was, een, was dit schilderij van Perseus en Andromeda. En uh, dit schilderij ontving Philips in het jaar dat hij koning van Spanje werd. We zien hier het verhaal van Perseus, de zoon van Danae en Jupiter, die het afschuwelijke zeemonster doodt dat Andromeda bedreigde. Zij, geketend aan een rots, is met een heleboel ingetogen emotie aan de linkerkant te zien. Terwijl de actie aan de rechterkant daar bijna het tegenovergestelde van is: rust tegenover actie. En u ziet hier ook weer een dramatisch moment dat Titiaan heeft uitgekozen: Perseus doodt het zeemonster. Uiteindelijk um, huwt hij met Andromeda en gaat het dus weer over liefde. Dan krijgt. Um, dan krijgt Philips de tweede een uh, combinatie eigenlijk van twee werken. Twee werken die als set geconcipieerd zijn door Titiaan. Twee schilderijen met als onderwerp Diana. Twee schilderijen met een overeenkomstige compositie waarin een watertje bijvoorbeeld de voorgrond siert. De kuisse godin Diana is aan het baden met haar nimfen, dat zien we hier. Maar tijdens dat baden wordt ze... Ongewild gestoord door Actaeon. Hij had helemaal niet de intentie om hen te bespieden. Maar ja, hij kwam toevallig voorbij. Terwijl de nymfen in het midden zich proberen te bedekken, uh, sommigen proberen nog een beetje weg te schuilen, zeg maar, die, die gaan schuilen achter een pilaar, zien we dat de godin zelf, herkenbaar hier aan het maanssikkeltje op haar hoofd, op, in de diadeem, um, juist heel woedend wordt op, Actaion en hij zal het moeten bezuren. Ze heeft ook die woedende blik in haar ogen. En die is Actaion zeker ook niet ontgaan, want hij kijkt afwerend. Hij maakt ook een afwerend gebaar. Het mocht niet baten. Zij veranderde hem in een hert en hij werd aangevallen door zijn eigen honden, omdat ze hem niet meer herkenden. Diana figureert ook prominent in het Tweede schilderij van die set. Aan de rechterkant is zij wederom herkenbaar met het maanstikkeltje. En zij veroordeelt hier um, Callisto. U ziet Callisto aan de linkerkant op de grond liggen met haar buik ontbloot. Callisto had, net als de andere nymfen, een kuisheidseet gezworen. Maar zij werd verkracht door Jupiter, die de gedaante had aangenomen van Diana... Ze raakte in verwachting en probeerde dat uiteraard van de godin te verhullen. Helaas, ook dit mocht niet baten. Diana had het al snel genoeg door. En hier ziet u dat andere nymfen Callisto nogal hardhandig van haar kleding ontdoen, zodat haar zwangerschap duidelijk blijkt. Ook dit is weer een dramatisch moment. Het is namelijk datgene wat alles in gang zet verder. Um, Diana verstoot Callisto uit de groep. Zij baart een zoon genaamd Arcas. En zij wordt vervolgens door de gemalin van Jupiter, die haar verkracht had, um, veranderd in een beer. En als Arcas op leeftijd is, probeert hij die beerin te doden. En Jupiter krijgt medelijden en verandert beide in, een, uh, in de sterren. En ze worden bijna beide aan het firmament gezet als de grote en de kleine beer. We zijn inmiddels vijf schilderijen verder. En er is er nog eentje te gaan. Dit is de laatste van die set van zes. De roof van Europa. Waarin we zien dat het meisje Europa gekaapt wordt, ontvoerd wordt door een witte stier. Een witte stier die in feite Jupiter wederom was. De oppergod die zijn oog had laten vallen op um, deze Venetische prinses. En het is een, het is een, een, een dier dat uh, tam is. He, dus ze versieren zijn horens met bloemetjes. Europa en haar vriendinnen. En uiteindelijk klimt Europa op zijn rug. En dan heeft Jupiter haar precies waar hij haar hebben wil. Hij verdwijnt met haar in het water. En blijft... Eigenlijk doorgaan totdat ze aan land komen op Kreta. En daar openbaart hij zich dan als zijnde Jupiter. Ook hier is weer een dramatisch moment gekozen. U ziet door de compositie en het kleurgebruik um, die uiterst menselijke emotie bij, um, bij Europa zo mooi weergegeven: angst. Um, de angst van de ontvoering, maar ook de angst dat ze op de rug van dat dier zit. En ze klampt zich vast aan die ene horen. Terwijl ze met de andere een sluier omhoog houdt om te wuiven naar haar vriendinnen. Um, een hulproep, mogen we wel zeggen. Na deze serie van zes lijkt het erop dat Titiaan wellicht nog een zevende schilderij voor ogen had. Dit schilderij zou wellicht ook onderdeel geweest uh, zijn van die serie. Echter, het is nooit naar Philips II gestuurd. Het bleef tot het einde van Titiaans leven in zijn atelier staan. Waarom zeggen we dat dit toch daarbij past? Omdat het diezelfde kenmerken vertoont. Ook hier zien we weer een verhaal geïnspireerd op de metamorfose van Ovidius. Met Diana, die de dood van Actaeon hier bekijkt. We hebben Diana natuurlijk al eerder zien figureren in maar liefst twee schilderijen. En Actaeon zien we hier in uh, de boompartij met een menselijke vorm en alleen de kop van een hert, terwijl die wordt aangevallen door zijn eigen honden. Dit schilderij um, zou dus wellicht nummer zeven kunnen zijn. Het is nu te vinden in Londen, net als de andere schilderijen van het verhaal van um, net als het andere schilderij van het verhaal van Diana. En uiteindelijk moeten we zeggen, de schilderijen zijn verspreid geraakt. Oorspronkelijk waren ze allemaal in Madrid, behalve deze. En uiteindelijk zijn ze door Europa verspreid geraakt. En de roof van Europa was zelfs te vinden, is zelfs te vinden in Boston. U moet dus een reis maken als u ze allemaal wil gaan zien. Ik hoop dat u genoten heeft van deze korte introductie op de poëzieën van Titiaan. Wilt u langer genieten van kunst? Dat kan. U kunt bij Art and Leisure twee keer per maand een webinar volgen. Dan geniet u maar liefst twee uur lang van kunst over uiteenlopende onderwerpen. Bent u benieuwd naar het aanbod? Neem dan eens een keer een kijkje op de webinaragenda op www.artandleisure.nl/slash webinars. En uh, voor nu zeg ik in ieder geval hartelijk dank voor het kijken. En heel graag tot een volgende keer en tot een volgend kunstwerk.